Ja? Laura Fiji! Like the beat, beat, beat of the tum-tum when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, 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 night and day. Only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you. Night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring tropics boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day, day and night. Under the hide of me, there's an oh such a hunger. Is ze goed, hè? Thuis ook, hè? Ja. Ik, echt uit de grond van mijn hart, ik ben echt ontzettend blij dat je hier bent. Want ik weet dat je eigenlijk heel weinig in Nederland bent. Je zit heel veel in Azië. Maar jij bent ook de enige Nederlandstalige... jij bent ook de enige Nederlandse artiest die wereldwijd verkrijgbaar is. Echt waar, in New York lig je in de schappen. In Berlijn lig je in de schappen. En hier, ja mensen, wat is dat toch met Nederland? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik vind het echt heel erg jammer. Want ja, ik zou heel trots zijn op mezelf. Dat ben ik ook. Ja. Ik weet het niet. Misschien is dat dat ze even klaar zijn met mijn soort muziek. Of dat Azië nu klaar is voor mijn muziek. Ik heb geen idee. Maar het maakt niet uit. Het komt wel weer. Ja, er gaat heel veel gebeuren. Nou, ik ben echt een heel groot fan. 3 jaar geleden, weet ik nog, kwam jouw cd toen uit. En ik dacht, oh, ik ga kijken, want je moet een artiest, vind ik, live zien. Doen cd is leuk, maar je moet ook iemand zien, ademen. En ligt aan de artiest soms ook ruiken. Maar dit is heerlijk, dit zijn bloemetjes. Ja, dit is klein Dubai wat naast me staat.
En het enige waar ik jou toen kon zien was in de Bijenkorf bij een cd-presentatie met Theal Licht en van die Kralikse kakwijven. Maar je stond daar, wel. Heb ik niet gezegd hoor, dit. Nee, maar daarom ben ik echt heel erg blij dat je hier bent en dat je gewoon een mooi podium en een fijne zaal. Maar Azië, waarom zijn ze daar dan ineens klaar voor jazz? Nou, Azië is de laatste 10 jaar enorm gegroeid in de muziek. Heeft natuurlijk uit Amerika en Europa heel veel overgenomen. En alle Aziaten zijn nu gek op jazz en op Latin en Braziliaanse muziek. En ik denk puur gewoon omdat er zoveel emotie in zit en zoveel herkenbaarheid. Aziaten zijn over het algemeen vrij gesloten. En daar kunnen ze hun gevoel in kwijt, in dat soort muziek. En ik denk dat ik gewoon het gezicht voor ze ben. Maar woon jij dan ook onderhand in Azië? Ja, ja, het is bijna zo hoor. Het is echt bijna zo. Ik ben inmiddels al 3-4 keer tot nu toe dit jaar geweest. Maar er gaat op dit moment ontzettend leuke dingen gebeuren. Ik ben namelijk gevraagd om de hoofdrol te spelen in de musical Victor Victoria in Singapore. Ja. Ja. En zal ik je nog eens iets vertellen? Nou, ik zie gelijk al die Hollandse huismannen. Oh ja, nou dat hebt dat meisje van Centerfold lekker voor elkaar. Zal ik je nog eens iets vertellen? Jullie zijn de eerste die het weten. Een primeur! Ja. Maar dat is een musical. Is die dan in het Aziatisch? Want ik vind altijd... Nee, in het Engels gewoon. Gewoon in het Engels. Zoals Julie Andrews hem op Broadway heeft gespeeld. Met prachtige muziek van Henry Mancini. Er komt een groot orkest. Ze zijn nu de audities aan het doen voor alle dansers en danseressen. Ik heb mijn script inmiddels al een paar maanden in huis waar ik vreselijk op zit te ploeteren. En ik moet dansen en tappen en zingen en spelen. En ik ga voor het eerst dus acteren. Ja. En hoe is dat dan met dansen? Ik bedoel, ik weet, jouw moeder was buikdanseres, dus dat zit wel goed. En zingen, dat lukt ook nog wel, denk ik. Maar Laura, die moet acteren en die moet aan een script houden. Ja. Laura, u loopt van A naar B. Ja, dat is het moeilijkste en dat moet je gewoon in je hoofd stampen. En je moet je, denk ik, volgens mij moet je gewoon inleven in die rol. Wat voor mij, denk ik, niet zo moeilijk is. Want het gaat over een vrouw, een Britse zangeres die in Parijs terechtkomt in 1930 en in een club gaat zingen. Nou ja, op mijn lijf geschreven dus. Precies. Wanneer is de première? En hou het even bij jongens of we dan kunnen. De gala-première is 11 november aanstaande. In Singapore. In het Esplanade in Singapore. Kunnen jullie al? Ja, want we stoppen toch. Het is de laatste uitzending, dus wij kunnen hoor. En in de tussentijd allemaal sparen voor een ticket naar Singapore. Allekidee. En dan zie ik jullie daar allemaal. Fantastisch. Ja, ik vind het leuk. Ik vind het echt. Ik gun het je ook van harte.